jullie hebben huisarrest. Je bent onze vader niet. Alex, is dit jouw vader? Nee, het is niet mijn vader. Mijn vader die ziet er echt niet zo uit. Hij ziet er echt heel raar uit. Mijn vader die komt altijd koekjes brengen en zo. Haha, echt wel. Over 10 minuten wil ik dat jullie thuis zijn. Anders ga ik jullie aanvallen als jullie niet luisteren. Alex, dit is een probleempje. Wat gaan we doen? Hij is wel heel groot. Hij is wel echt ik weet niet of we naar moeten luisteren, ja of nee. Maar Alex, mijn echte vader zegt altijd dat ik daar niet naar moet luisteren. Je moet niet naar andere mensen luisteren. Alex, kom. Ik heb een idee. Ik ga met je mee, Jessie. We moeten proberen binnen 10 minuten zo veilig mogelijk huis te maken. Dan kunnen we daar gewoon schuilen. En dan kunnen we hem buiten houden. Dat is een geweldig idee. Alex, we hebben 10 minuten de tijd. Wat gaan we doen? Ik heb echt geen flauw idee. Hij moet wel veilig worden. En hij moet misschien wat kleiner worden. Want die man is echt super groot. Dus als we gewoon een kleiner huis maken, dan komt hij er sowieso niet in. Hoe gaan we dit nou het beste aanpakken? We moeten bedrock gebruiken. Ik denk dat bedrock het allerslimste is om te gebruiken. Want dan kan je er niet doorheen breken. Ik dacht veel meer aan blauwe blokken. Nee, geen blauw. Nou, dan heb ik een beter idee. Laten we dan rode blokken gebruiken. Dat is tenminste een wacht eens even. Hoezo is dat een beter idee dan? Oké, we hebben heel weinig tijd, Jessie. We hebben maar 10 minuten. Ik heb echt een perfect idee. Wat nou als we gewoon de buitenkant van bedrock maken? Of de binnenkant van bedrock? En daarna gaan we gewoon een mooi kleurtje geven. Is dat geen goed idee? Oké, dus de grond wordt bedrock. De grond wordt bedrock. Dan kan hij niet namelijk via de grond naar binnen. Ik denk dat dat een slim idee is. Oké. We moeten eerst al die dode bomen weghalen hier. Ja, wat een vervelende plek. We hadden een veel betere plek moeten kiezen om dit te bouwen. Kijk. Echt zo? Wie heeft al deze bomen doodgemaakt? Weet ik niet. Misschien heeft hij het wel gedaan. Echt zo'n rare, strenge vader. Waar komt hij ook vandaan? Ik ken hem helemaal niet. Dat zou inderdaad echt niks verbazen als hij dat heeft gedaan. Ik ben hier een blauwe muur aan het maken, hoor. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Een rode muur? Een rode muur is toch veel mooier? Nee, blauw is een veel coolere kleur dan rood, Jessie. Laten we dan de helft blauw doen, de helft rood, ja? Misschien is dat wel een leuke idee. Wacht, ik heb een idee. Oké, de helft is ongeveer daar. Dus dan moet hij hier weer blauw worden. Nee, als jij nou jouw kant gewoon probeert zo veilig mogelijk te maken, dan maak ik mijn kant zo veilig mogelijk. Misschien is dat wel een goed idee. Maar we moeten wel snel zijn. Het lijkt net als een soort wikipakje met deze twee kleuren zo. Een wikipakje? Ja. Een wikipakje is helemaal niet veilig. En als hij ons gaat aanvallen, moeten we veilig in het huis zitten. Oh, dat is zeker wel waar. Wikipakjes hebben van die lekrandjes, weet je wel, dat je niet kan lekken. Oh, Alex, we gaan geen wikipakje maken. Ik heb trouwens echt een heel goed idee. We moeten namelijk, net als een kasteel, kijk, een soort van bovenverdieping maken. En dan kunnen we vanaf bovenop hem schieten. Dat is perfect. Oh, dat zijn hele goede ideetjes die je daar hebt, Jessie. Een soort spikes. Kijk. Dit is echt geweldig. En dan maken we hier een bedrock vloer. En dan moeten we alleen maar een ladder omhoog maken. En dan kunnen we vanaf bovenop hem schieten. Ja, maar hoe wil je nu een gat maken in de bedrock? Daar kunnen we toch nooit komen? Wij zitten toch in crane, wij kunnen toch hakken? Hier, ik heb hier één gat overgelaten. Oh ja, kijk. Dat is waar ook inderdaad. Daar zeg je me ook wat. Oké, ik ben hier alvast bezig met de bescherming aan de buitenkant. Misschien ook wel wat zand nodig, zodat we daar wat cactussen op kunnen zetten misschien. Ik bedoel, niemand houdt van cactussen, toch? Nee, want dat doet pijn. Als je er tegenaan loopt, dan prikt hij in je. Wacht, ik heb echt een perfect idee. Ik zet hier gewoon even wat kisten neer. En in die kisten ga ik... Ik ga wapens doen, ja. Dat is zo slim. Wat voor wapens? Een pijl en boog en een zwaard. Een minigun. Wow, wacht. Wat? Eentje die echt kogels schiet? Ja, met eentje die kogels schiet. Dat is zo cool. Dus wanneer zit dat in Minecraft? Dat heb ik erin gezet. Speciaal voor deze enge vader. Dus je bent een tovenaar. Ik ben niet helemaal. Ik ben niet helemaal een tovenaar. Weet je wat er ook in zit? We hebben ook camera's. Ik weet niet of we hem daarmee kunnen tegenhouden, maar dan kunnen we hem wel aanzien komen. Dat is wel handig. Goed. Misschien kunnen we die in de bosjes verstoppen. Ik ben ze nu gewoon op het huis aan het plakken. Oh ja, dat is ook een hele goeie. Zolang we maar overzicht hebben. En misschien moet er iets van een alarm afgaan als die in de buurt komt. Een alarm? Heb jij een alarm? Zit er een alarm in Minecraft? Ik weet het toch helemaal niet. Ja, zeker zit er een alarm in Minecraft. Zet jij een alarm erin dan? En we moeten ook lava hebben. Dat is ook slim. Oh, doe jij dat? Maar kijk uit dat mijn cactussen niet verbranden, hè? Want ik heb ze net water gegeven. Kunnen cactussen verbranden in Minecraft? Dat weet ik helemaal niet. Jazeker. Oh, Jessie, het alarm gaat af! Alex, niet het alarm aanzetten! Oké, sorry, ik was er gewoon even aan het testen, oké? Ik schrik me dood. Waar is het alarm? Waar is die? Hier aan de bovenkant. Kijk, dan kunnen we hier boven staan en dan kunnen we hier op de knop drukken als die komt. Dit is perfect. Ik ga hier een soort van lava-gracht maken. Oh, Alex, we hebben dus nog maar 7 minuten. Dat is wel echt een probleempje.
Dat is zo kort alleen. Oké, okay, ja, wat hebben we nog meer nodig om onze basis nog veiliger te maken? Misschien wel wat ramen, zodat we wel een beetje naar buiten kunnen kijken. Waarom hebben we ramen nodig? Of we moeten ook wel een bed hebben, zodat we kunnen slapen. Anders hebben we wel leuk een veilige kubus. Maar het is een huis, hè? We moeten een veilig huis maken. Ja, dat is waar ook. Het moet wel een beetje een huis zijn van binnen ook. Van binnen moet het ook heel mooi zijn. Maar dat is het minst belangrijke. Het belangrijkste is dat we onszelf kunnen verdedigen tegen die rare, strenge, zogenaamde vader van ons. Tuurlijk is het minst belangrijke. Ik moet wel SpongeBob kunnen kijken als ik thuis zit. SpongeBob kunnen kijken? Je hebt toch geen televisie neergezet, hè? Nee, maar die komt nog. Wacht, ik heb een idee. Want volgens mij, weet ik niet zeker, zit hier een televisie. Kijk, 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 kijk. Dat kunnen we. Wow, dat is zo handig. Dan kunnen we hier een tv maken en een bed maken. Maar je komt niet aan mijn kant logeren, want jij laat altijd van die vieze scheetjes. Ja, sorry. Heb jij een kast? Je moet even kastjes neerzetten. Want de televisie moet natuurlijk niet op de grond staan. Dat is wel een beetje dat raar. Dat is waar ook. Oké, wat nou maken we hier zo een tafeltje voor de tv zo? Zo, dat is perfect. En een PlayStation. En hier een tafeltje om nog een PlayStation erop te zetten. Eens even kijken. Een PlayStation 5 of een Xbox? Een Xbox. Nee, een PlayStation 5 is veel beter. Zo, dit is perfect. Oké, dan zetten we die daar. We hebben misschien ook nog wel wat ramen nodig. Ik wil blauwe ramen aan mijn kant. Maar we moeten wel speciale ramen gebruiken. Deze zijn namelijk speciale. Oh, dit is perfect. Maar we moeten ook nog naar binnen en naar buiten zien te komen. Hè? Dus we moeten een deur hebben. Ja, dat kan via deze ladder. Via de ladder. Oké, de ladder staat er nog niet, maar wel. Ik heb een veel beter idee. Kijk, kijk, kijk. Als we hier gewoon een grote ingang maken. Kijk, wow, dat is echt een mega ingang. Hoe werkt dit? Alex, kun jij hem neerzetten? Ik zie nog niet hoe dat werkt. Oké. Jij moet hem neerzetten. Dus dat is een perfecte ingang. Kijk! En dan boom, mega deur. Dit is perfect. Maar hoe komen we nu naar beneden zonder in de cactussen te vallen? Je moet wel uitkijken. Wij kunnen er overheen springen. We kunnen trouwens vliegen. We zitten nu in creative. Maar straks... Hey Jesse, weet je nog wat ik zei over dat niet kunnen logeren aan jouw kant? Vind je het goed als ik allebei de bedjes hier zet? Want er is niet meer zoveel ruimte hier door de PlayStation. Ja, maar ik laat wel scheetjes, hè. Dus dat is wel een beetje... Dat is waar ook. Weet je wat? Ik maak wel een matje hier en dan ga ik op de grond slapen. Ja, is goed. En dan doe ik hier even... Kijk, we moeten wel even lekker kunnen zitten, hè? Anders is het ook niet leuk. Hebben we hier een mooie bank? Dat is waar bank. Ook, inderdaad. We hebben wel een plek nodig om te zitten. Ja, dit is perfect. Alex, luister. We raken afgeleid. Het is niet een gamekamer. Het moet een veilig huis worden. Ja, maar wacht. Ik heb zo'n cool schilderij om op te hangen. Die heb ik gemaakt in de kleuterklas vroeger. Wat voor schilderij heb je dan? Hang hem eens op. Is die mooi? Oh. Dit is hem. Oh, wat mooi zeg. Echt heel erg mooi. Oh. Ja, dit was van mijn verjaardagstaart toen ik 1, 2, 3, 4 jaar werd. Ik heb een beter idee. Kijk eens wat ik heb. Ik heb een sentry gun. Wow, wat doet dat? Dat is een machine. Als we die dan hier neerzetten, zo voor het huis, dan komt er een pistool uit en dan kan die schieten op die gekke rare varen. Dat is echt perfect. Holy moly, dat is zo slim. Wat hebben we nog meer allemaal wat we kunnen gebruiken? Want we hebben nog maar 3,5 minuut. We zouden misschien eens wat lasers kunnen plaatsen, zat ik aan te denken. Lasers? Heb je lasers in Minecraft? Echte werkende lasers. Zet ze neer, dat is echt een perfect idee. Heb je lasers? Oké, ik ga alvast beginnen met het bouwen. Het kan wel heel even duren. Ja, ik moet namelijk altijd de stroom aansluiten en dat is een beetje de gedoe altijd met de provider. Met de provider. Oh, dat meen je niet. Het kost veel stroom hoor, zo'n laser. Hebben we hier wel internet? Anders kunnen we geen Minecraft spelen of Fortnite op de computer. Jij was degene die dat ging testen, dacht ik. Wacht, ik ga het even testen. Ja, we hebben perfect internet. Oké, gelukkig maar. Oh, heb je blauwe lasers? Nou, we hebben ook een rode laser zometeen hoor. Rode lasers? Heb je geen echte lasers? Kijk, dit zijn lasers. We moeten deze gebruiken. Kijk, we kunnen er ook bij. We hebben gewoon zoveel mogelijk lasers nodig, Jesse. En dit zijn witte lasers. Ik weet dus helemaal niet hoe ik ze rood maak. Dat is wel wat minder leuk. Zo. Ik zet ze gewoon neer. Kijk, naar de voorkant van onze basis. We hebben een blauwe laser en een rode laser. Oh, dit is echt perfect. Is dit de voorkant? Ik dacht dat dit de achterkant was. Nee, dit is de voorkant, joh, dommerd. Ja, joh, dat maakt toch niet uit. We weten toch niet waar die vandaan komt. Ja, maar dit is toch waar we al onze ramen hebben, duh. Ja, wat vind je hiervan? Het ziet er misschien niet mooi uit. Eigenlijk is het best wel lelijk, maar hopelijk gaat het werken. Het gaat niet om hoe mooi het eruit ziet, het gaat erom of het werkt. Dat is zeker waar. Kunnen we hier niet nog wat stoppen? Het alarm gaat af! Gaat het alarm? Oh nee, komt die al? Ik zie hem niet. Ik stond per ongeluk op een shippie. Stond je op een shippie? Yup. Alex, je moet wel uitkijken. Ik heb echt een heel goed idee. Wat is echt altijd heel vervelend in Minecraft? Wat is nou echt altijd heel vervelend? Wat altijd jou killt? Weet je het?
Wordt het een mega marshmallow? Nee, kijk. Dit is echt een perfect idee. Ik ga hier skeletons neerzetten. Wow. Is dat wel een slim idee? Kunnen we niet veel beter met iets anders werken, Jesse? Ik heb een idee voor de andere kant anders. Wat dan? Ik heb hier twee skeletons. Die kunnen dan gaan schieten. Dat is echt perfect. Die schieten namelijk altijd iedereen. Ik zat weer aan iets anders te denken dan skeletons. Wat ga je dan neerzetten, Alex? We hebben echt nog maar 1 minuut, hè? Dus je moet opschieten. Ik weet het dat we heel korte tijd hebben, maar ik zat dus te denken van nou pakken we dit erbij. We pakken er wat sneeuw bij en we pakken er een pompoen bij. Sneeuw en pompoen? Wat? Maar op, Jesse, dit wordt geweldig. Je gaat toch geen sneeuwpomp maken? Een leger van sneeuw. Oh nee, ze kunnen niet overleven in de woestijn. Hier hebben we toch helemaal niks aan? Oh. Ik wist niet dat ze gelijk dood gingen. 1 minuut de tijd. Wat kunnen we nog neerzetten? Ik heb geen flauw idee wat we nog neer kunnen zetten. Hebben we genoeg wapens? Wat dacht je van een badkamer, misschien een wc? Nee, dat hebben we helemaal niet nodig. Ik heb een idee. Kijk, een wc nodig. Ik moet nodig plassen, hier zo. Alex, we hebben ook helemaal geen armor. We moeten armor hebben. Dat is waar ook. Waar gaan we die neerzetten? Wat hebben we nou weer aan de wc? Daar hebben we echt helemaal niks aan. Oké, dan zetten we ze hier neer. Alex, schiet op. We hebben nog maar 2 seconden. 1, 2... Oh, nee, dit meen je niet. De tijd is voorbij. Hallo? Alarm, Jesse, kijk daar! Oh nee, dit meen je niet! Alex, er staan hier echt heel veel skeletons. Yes. We moeten ze pakken. Ik heb een idee hier. Gooi deze granaat! Granaat? Hoe kom jij er weer aan een granaat? Die had ik gekocht op Marktplaats. Gooien, let's go! Oh nee. Oh, gaat Jesse, het werken? Heb je nog goed... Wow! Het is gelukt! Die skeletons zijn echt dom. Ze vallen ons niet eens aan. Dit is perfect. Let op. Au. Wow! Heb jij een RPG? Die kon ik ook kopen op Marktplaats. Dit was echt heel erg makkelijk. Jullie dachten dat dit het was? Alex? Heeft hij het tegen ons? Ik denk het wel. Oh, Alex? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? We worden aangevallen door wardens. Ze zitten in onze lasers. Ik heb een minigun. Werken de lasers? Dit werkt echt perfect. Die wardens kunnen ons helemaal niet pakken. Oh, de lava werkt ook. Doei, wardens. Ik heb alleen niet heel veel kogels, dus dat is niet... Au. Alex, ik heb een 2,5 hartje. Hebben we eten toevallig of niet? Heb je eten? Hebben we nou helemaal geen eten in ons veiligst huis? Alex, ik ben er weer. Ons huis beneden begint kapot te raken. Dit is een probleempje. Oh nee, ze zijn alles aan het opeten hieronder. Ik heb helemaal geen wapens meer. Ik heb alleen nog maar een zwaard. Alleen die wardens gaan ons sowieso pakken. Jesse, wat zijn ze aan het doen bij onze tv? Ze willen onze PlayStation pikken. Zijn ze beneden? Zijn ze binnen? Bijna. Ze komen er binnen. Dit is een probleem, Alex. Heb jij nog een wapen voor me? Ik val bijna naar buiten. Jesse. Heb jij nog een wapen voor me? Ik heb alleen maar een zwaard. Ik heb hier een wapen voor je, alsjeblieft. Alex, dit gaan we nooit overleven. Alex, ik ben weer doodgegaan. Ik denk niet dat we dit gaan overleven met deze wardens. Ik denk het ook niet. Ik heb er één. Zullen we vluchten? We moeten hier weg. Alex, we moeten hier weg. Volg mij. Oké, ik kom met je mee. Rennen! We gaan wel ergens anders een huis maken. Dat vind ik een heel goed idee.